Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. DNA-voorzitter neemt verslag parlementaire periode 2015-2020 in ontvangst. Bijzonderheden uit de COVID-19 persconferentie. En minister Noor Mohammed over indieningrapporten aan de KLAT en de PG. De voorzitter van de Nationale Assemblée, Marinus B., heeft het verslag over de parlementaire zittingsperiode 2015-2020 in ontvangst genomen. De voormalige voorzitter Jennifer Geerling-Simons overhandigde dit document. In dit document wordt onder andere ingegaan op het functioneren van de Nationale Assemblée. Voorzitter B. is ingenomen dat hij dit verslag in ontvangst mocht nemen. Verslag is altijd goed voor continuïteit van beleid, maar ook voor een stukje naslagwerk. Weet je hoe handig en makkelijk het nu gaat zijn wanneer u informatie wil, dat u gewoon in één boekvorm binnen enkele minuten kan komen aan die informatie. Was dat het niet, dan zou u opdracht moeten geven aan de BIEB of de afdeling communicatie om zaken uit te zoeken. En dat zou misschien misschien dagen duren. Maar nu kan je binnen een paar minuten aan die informatie komen. Daarom zeggen we ondersteunen het. En we hebben zelf die toezegging gedaan om dit te continueren. Omdat goede dingen moeten worden voortgezet. Het is de 7e assemblee. En nu zijn we bij de 8e. Dus ik zeg u dat we het zullen voortzetten. Dit project is voor mijn aankomst gefinancierd. Dus ik zou nu niet uit het hoofd kunnen zeggen wat het kost. Maar misschien in een ander moment, omdat dat ook ter beschikking is. Als we zo kijken, kunnen ook mensen, onderzoekers, wetenschappers gebruik maken van deze documenten. Kan het meehelpen om toch wel de geschiedenis van de Nationale Assemblée op een goede manier neer te zetten? Zeer zeker, omdat van het jaar die volksvertegenwoordiging van ons 155 jaar wordt. Dit is een mooi cadeau dat we na zoveel jaren in boekvorm, einde van een periode, kunnen afsluiten met een verslag in boekvorm. Wat we gaan doen, we gaan een aantal instituten zeker bedenken met dit verslag, waardoor ze hun bibliotheek of archief hebben, waardoor die verslaglegging overal te vinden zal zijn. Ja, goedemorgen. Ik kan daar kort over zijn. We hebben meegemaakt, u weet dat ik nogal wat jaren, 24 in totaal, in het college heb doorgebracht. En we doen van alles. Het bleek toen ik voorzitter werd dat je dan heel veel moeite hebt om terug te vinden wat het parlement in de jaren daarvoor nog precies heeft gedaan. Je moet gaan spitten in oude documenten. We hebben dus bij de versterking van de Nationale Assemblée als een van de issues opgenomen. Dat we de verslaglegging zouden verbeteren en dat is op verschillende punten gebeurd, nog niet volledig, dus er is nog werk aan de winkel. Maar een van de zaken waar ik me sterk voor maakte en waar het parlement ook in is meegegaan, is dat we toch wel vanaf nu van elke zittingsperiode een overzichtsverslag moeten hebben. En daarmee zijn we begonnen in feite al in 2014, om 2010-2015 te verslaan. Technische en andere vraagstukken hebben gemaakt dat ook dat verslag in de vorige zittingsperiode is klaargemaakt. Ik begreep dat dat nog niet helemaal rond is, maar
het eerste verslag dat dus ooit door de Nationale Assemblée wordt gegeven, in de zin van een formeel verslag, is dan het verslag dat is klaargemaakt van 2015 naar 2020. En we hebben uiteindelijk dit verslag ook opgenomen in de wet die goedgekeurd is voor de Nationale Assemblée, dat we dit zullen blijven doen, om bij elke zittingsperiode een verslag te De COVID-19-besmettingen tonen al geruime tijd een dalende trend. Dit is nog geen reden om in een hoera-stemming te zijn. Het blijft van belang om alle regels en maatregelen vanuit de overheid stipt op te volgen. Op vrijdag 19 februari hield het Outbreak Management Team een persconferentie waarbij de volgende bijzonderheden werden gedeeld met de samenleving. De gunstige situatie waar we allemaal naar hebben uitgekeken, daar bevinden we ons nu in. U ziet duidelijk dat er een percentage is welke acceptabel is de afgelopen week. Het aantal gevallen ook duidelijk is afgenomen. De druk op de zorg uiteraard ook minder is in de COVID-zorg. En aan de hand van deze ontwikkelingen kunnen we gewoon concluderen, simpel, de samenleving heeft de oproepen van de regering begrepen. De samenleving heeft zich trouw gehouden aan de voorgestelde maatregelen. De weekend lockdowns, welke als onplezierig werden ervaren, die hebben hun nut bewezen, wederom. En dat was ook de strategie van de regering om, evenzo als we in september hebben toegepast, 2 weekend lockdowns, dat ook deze keer te doen. En u ziet al heel gauw dat de resultaten daar niet om liegen. We focussen niet alleen op de weekend lockdown, we focussen niet alleen op de inzet en de maatregelen, de overige maatregelen die de overheid heeft genomen. Maar ik blijf benadrukken, de samenleving is bepalend. De commitment die u als burger maakt aan het naleven van die maatregelen zal het succes bepalen. Dus u mag uzelf complimenteren en de regering wilt u dankzeggen voor het naleven van de maatregelen. Maar we zijn er uiteraard nog niet, omdat elke positieve er één te veel is. En elke persoon die overlijdt er inderdaad ook één te veel is. Van deze plek uit wil de regering de nabestaanden van de familie, de nabestaanden van de overledenen ten gevolge van COVID-19 hierbij heel veel sterkte toewensen met het verlies. Ik wil van deze plaats uit, het heeft misschien niet met COVID te maken, maar ik wil van deze plek uit ook de Surinaamse samenleving condoleren met het verlies van 2 grote iconen in de gezondheidszorg. Namelijk onze goeroes in de gezondheidszorg, professor Dr. Rudy Layafat, gewezen dermatoloog, wijlen nu op 16 februari overleden. En gisteren het droevige nieuws dat ook een andere professor in de medische wetenschappen, namelijk professor Dr. Vrede, patholoog-anatoom, is overleden. Het zijn 2 grote ankers in onze gezondheidszorg die binnen 3 dagen het leven hebben gelaten. En we wensen hierbij de nabestaanden heel veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke periode. Het is een aderlating voor ons. Het zijn mensen die wereldwijd erkend zijn als toppers in healthcare en in gezondheidszorg. En wij als regering en als ministerie van Volksgezondheid in deze moeilijke periode met de crisis moeten ook deze slagen incasseren. Maar nogmaals, we zeggen hun dank voor alle inzet die deze 2 heren hebben geleverd gedurende hun actieve jaren. De duidelijke afname is dus zichtbaar, maar we zijn er nog niet. Het advies is dus nogmaals dat wij gewoon door moeten gaan met onze algemene maatregelen. En de algemene maatregelen zijn de meest belangrijke maatregelen die u voor zichzelf op dit moment kunt nemen. Namelijk die mondkap die we moeten opzetten, de handen
die we moeten wassen continu met zeep en water of gebruik te maken van een handsanitizer. En de afstand die wij adviseren van 1,5 tot 2 meter wanneer u met meerdere mensen samen bent. Ik kom zo meteen nog op een aantal andere gevolgen van deze afname. Mevrouw Diana Koswal, bedankt voor het bekendmaken van de opzet en de instelling, het inzetten van het COVID-vaccinatiefonds Suriname. We hebben keer op keer gezegd, de garantie voor financiële middelen ter aanschaf van vaccins is uitermate belangrijk. Wil je succes boeken met je vaccinatieplan, dan moet je ook genoeg middelen hebben om vaccins aan te schaffen. Uiteraard zult u ook merken, omdat wij ook grants krijgen, ook donaties krijgen, maar het is zeer onwijs om alleen af te gaan op donaties. Omdat tijden kunnen veranderen, inzichten kunnen veranderen en beloftes ook plots kunnen komen weg te vallen. We hebben inmiddels onze 1000 vaccins uit Barbados, een gift gehad. Die zijn veilig opgeslagen. En ik mag u hierbij aangeven dat van dezelfde partij, maar nu rechtstreeks vanuit India, de regering van India, naar de regering van Suriname, een gift van 50.000 van Covishield, dus AstraZeneca, uit Serum Institute of India, binnen enkele dagen een feit zal zijn. De logistieke organisatie wordt nu opgezet. Er is contact met de Indiase regering. En de concrete data, et cetera, worden de komende dagen bekendgemaakt. Maar dit zou betekenen dat wij dus 51.000 doses van het AstraZeneca vaccin uit India in voorraad zullen hebben. En u weet ook inmiddels dat er vorige week maandag of afgelopen maandag de WHO het gebruik van dit vaccin als emergency use heeft geautoriseerd, ofwel goedkeuring heeft gegeven voor dit gebruik. Let wel, voor alle leeftijden boven 18 jaar. Dat geeft ons beleid, ons plan wat we hadden aangegeven, dat wij alleen gaan vaccineren wanneer er goedkeuring is van WHO, heeft ons dus het groen licht gegeven om de voorbereidingen te treffen. En de voorbereidingen lopen. De voorbereidingen zijn volop in gang. U hebt waarschijnlijk eerder gehoord in berichten dat wij op planning hadden, in planning hadden om aanstaande maandag 22 februari te van start te gaan met de kick-off. U hebt daarnet van mij gehoord dat wij helaas 2 iconen in de zorg hebben verloren. En vanwege het de uitvaart van een van deze heren, namelijk van professor Vrede, op maandag aanstaande, hebben wij in overleg met het AZP, die ook nauw betrokken zal zijn bij de organisatie en een deel heeft bij de uitvaart, besloten om de kick-off uit te stellen naar dinsdag 23 februari. Dus op dinsdag 23 februari vindt de kick-off plaats, waar wij de eerste vaccins van het Covishield, dus AstraZeneca, zullen toedienen aan een geselecteerde groep. Niet een geselecteerde groep, de frontliners. Maar we willen het als een kick-off introduceren en daarna verloopt het plan verder volgens zoals het is opgezet. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken heeft tijdens een persbriefing de gemeenschap voorgehouden dat hij documenten zal overhandigen aan de Centrale Lands Accountantsdienst CLAT. Het gaat in deze om zaken bij enkele diensten en projecten die nader onderzocht moeten worden. Waar nodig zal de procureur-generaal worden ingeschakeld. Dit in het kader van goed bestuur. U hoort meer hierover van minister Noor Mohammed.
hadden zeker de media weet dat, maar ook het ministerie van Openbare Werken weet dat ik had aangekondigd dat we onderzoek gaan doen, ik ga verslag uitbrengen, et cetera. Maar ik had ook gezegd, ik ga niet 5 jaar bezig zijn hiermee. Toch, ik heb een aanzet gegeven. Ergens gaat het stoppen, want we hebben ook ander werk te doen. Ik had aangekondigd dat we de laatste onderzoeken zouden doen, 5 stuks. We hebben 4 stuks, de laatste 4 voorbereid. De 5e moet nog voorbereid worden, dat heeft een stuk vertraging gehad. Ik ga straks toelichten waarom we dat nog met een maand hebben uitgesteld. Maar goed, het eerste wat ik jullie ga zeggen is dat we de klad weer hebben ingeschakeld. Bij de vuilophaaldienst, we hadden intern onderzoek gedaan. Als jullie nog kan herinneren, maanden terug. Dat hebben we geprobeerd intern op te lossen, maar toen is er een tweede onderzoek gekomen en toen bleek dat er wel de noodzaak bleek om het klad in te schakelen. Om gedetailleerd na te gaan wat er gebeurd is. Die brief is ook gestuurd naar de minister van Financiën en naar de president en mij is gevraagd om het onderzoek zelf door in de geschiedenis uit te voeren. Er vermoeden bestaat dat wij voor grote bedragen zijn, dat grote bedragen onnodig zijn uitgegeven door gebrek aan controle bij ons. Laat me dat ook wel zeggen. Gebrek aan controle door onze eigen mensen. En ik heb aangekondigd dat we de regels gaan versterken. We gaan nieuwe eisen stellen aan mensen die in dienst komen. Nieuwe mensen die benoemd worden. En daarom heb ik iedereen uitgenodigd. Dus daarom vraag ik de media een beetje aandacht. Daarom heb ik iedereen uitgenodigd. Die boodschap geldt niet alleen voor de media, geldt ook voor ons. Toch, als ik 1 ding verkeerd zie gebeuren, dan gaat u plaats maken. Als we weken moeten wachten op antwoord, dan gaat u plaats maken. Dan gaan we andere mensen in dienst nemen. Als ik hoor dat presentielijsten, dat er geen goede controle is, dan gaan we een ander hoofd benoemen. Toch, als ik gras moet komen maaien bij jullie afdeling, dan hoeft het niet. Dan mag u plaats maken, dan ga ik het zelf doen. Dat is de reden waarom ik jullie allemaal heb uitgenodigd. Er zijn vacatures, er komen nieuwe hoofden, dus ik ga jullie weer ontvangen voor nadere instructies. Maar ik kan niet oneindig zo doorgaan de eerste maanden. Ik weet dat er een geschiedenis achter de rug is waar we weinig te zeggen hadden misschien. Toch, waar het misschien niet zo gemotiveerd was. Ik weet wat er allemaal gebeurd is. Toch, maar vanaf nu gaan we een andere fase in en jullie gaan hier blijven. Ik misschien niet. Misschien volgend jaar stop ik, misschien over 5 jaar stop ik, maar jullie gaan blijven. Toch? En ik ga alle tools geven dat jullie vlot kunnen werken, gecontroleerd kunnen werken, et cetera. Dus dit onderzoek is aan de klad gevraagd om gedetailleerd uit te voeren. En ik ga u zeggen, als voorbeeld, hebben we in juli een meting gedaan en tot december bijvoorbeeld hebben we een besparing van 50.000 gehad. En als je dat allemaal optelt, het is gewoon steekproef geweest, dan komen we op een paar miljoenen. Voor een paar maanden alleen. Het vermoeden bestaat dat door slechte controle bij ons, misschien georganiseerd, we voor miljoenen te veel hebben uitgegeven afgelopen jaren. En dat is het eerste kladonderzoek wat betreft de vuilophaaldienst. Die we hebben aangevraagd bij het klad om voor ons in detail te gaan uitzoeken wat er aan de hand is. En de mensen, de eerste groep mensen die hebben we al aangesproken van OW, die zijn ook ontlast geworden. Maar nu is het natuurlijk verregaander. Tweede onderzoek waarvoor we het klad vragen, laat me duidelijk zeggen dat de klad niet de politie is. De klad is er om als het ministerie van Openbare Werken vindt, of als de minister vindt dat hij ergens wat onderzoek wil hebben om te kijken of de middelen wel goed besteed zijn voor het juiste doel, zijn de procedures gevolgd, dan vraagt hij de klad. De klad is geen politie, laat me dat duidelijk zeggen. De klad checkt even of de procedures gevolgd zijn, etc. En als ik dan, mochten er dan zwaarwichtige adviezen zijn van de klad, dan kan ik beslissen om bijvoorbeeld naar justitie te gaan voor andere zaken. Ik ga het nu hebben over een tweede klapponderzoek die we aanvragen via de minister van Financiën. Dat heeft te maken met de grote projecten. Je weet, in het parlement afgelopen jaren hebben verschillende mensen zoveel gezegd over grote projecten en alle soort beschuldigingen geuit
waar of niet waar. Daar is er zoveel geld uitgegeven, daar heeft men een jank gemaakt. Maar niemand heeft namen genoemd. En God weet of die dingen waar zijn of niet waar zijn. Ik denk dat met de aanvraag van dit kladonderzoek om vooral de grote projecten van de afgelopen jaren te onderzoeken op hun correctheid, procedureel, etc., gaan wij de samenleving de juiste informatie kunnen verschaffen. Omdat we weten dat er projecten zijn die soms een dure fundering nodig hebben. Maar vaak weten politici dat niet. Dan kan je wel zeggen dat die meneer duur heeft gevraagd, maar misschien is het gerechtvaardigd. Het gevolg is dat de namen van de bedrijven eronder leden, maar ook het ministerie van Openbare Werken. Want nu ben ik minister en als men nu nog zegt van projecten, ook al ben ik er niet mee belast, maar op dit moment ben ik minister, jullie zijn de staf, dat er daar gesjoemeld wordt over een project van 2 of 3 jaar terug, dan is het mijn taak om het klad te vragen om voor me na te gaan of alle procedures correct zijn. Dus wat het eerste onderzoek betreft vuilophaal, gaan wij het klad vragen om een aantal jaren te doen en niet meer 6 maanden. Kijken wat is er de afgelopen jaren gebeurd, laat ze ons daarover vertellen. En wat de projecten betreft gaan wij vragen aan het klad om vooral de procedures te checken, want daar gaat het om. Waarvoor ik de PG wel heb gevraagd om onderzoek in te stellen, dat is het eerste onderzoek dat ik naar de PG heb gestuurd afgelopen dagen, is ik werd geconfronteerd met die bussen. Er was een lijst van 50 brandnieuwe bussen. En niemand vertelt me het, maar op het veld moet ik plotseling horen dat in het bos bussen zijn. Maar de bussen zijn wel door OE gekocht. Maar niemand vertelt me dat ding. Toch? Dus ik heb soms niets te doen. Dus ik heb assistentie gevraagd. Laten we gaan kijken waar de bussen zijn. En ik heb een deel teruggevonden. Een deel staat hier. Maar ik heb niet alles kunnen vinden. Dus je ziet in de laatste kolom rood wat ik terug heb gevonden. En het zijn wel bussen, want ik heb de overeenkomst gevonden. Het zijn wel bussen die door de staat zijn gekocht, maar verdeeld zijn, naar mijn bescheiden mening, niet altijd op een correcte manier. Wat wij vragen aan de PG is om na te gaan waar de rest van de bussen zijn. Zijn ze legaal of illegaal? Er zijn bussen waar ze gewoon zonder overeenkomst zijn afgegeven door gewezen politici. Toch? Laten we weten, wat is gebeurd? Had die gewezen politicus het recht om dit te doen met staatsmiddelen? Toch? Die vragen wil ik beantwoord hebben. Hadden gewezen politici dit mogen doen? Waarom? Ik heb hier een foto van een bus aan een sportvereniging. Ik heb nooit een advertentie gelezen in de krant dat andere sportverenigingen mochten meedoen. Het is wel aan 1 sportvereniging gegeven. Een bus geef je aan een sportvereniging die alleen van 5 tot 6 voetbalt. Wie houdt u voor de gek? En ik ben ook politicus geweest. Ik heb ook gelopen afgelopen verkiezingen. Ik heb ook gezien wat er is gebeurd. Toch? Dus wij vragen aan de PG dat hij de politici en misschien ook als OW betrokken is, vraagt wat is er gebeurd. Staatsbussen vallen onder verantwoordelijkheid van openbare werken en niet van een president of een minister. Toch? Of een voorzitter van een politieke partij. Laat dat duidelijk zijn. Of een adviseur. Ze vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Openbare Werken. En we hebben een speciale afdeling die daarover gaat. En dat was Focus. Mag ik u bedanken voor uw aandacht. Goedenavond.